Waarom heb jij de Geon-pennen gekregen? Het Gint hebben we ons heel erg verdienstelijk gemaakt hebben in de archeologie. En dat is namelijk de voorwaarde dat ze zich een lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de archeologie van Limburg. En het Limburgs Museum, onder andere Leo van Hart, die hebben een commissie die dat gaan bepalen. En die hebben dus naar beraad bepaald van dat we het verdiend hadden. Dit is de Geon-penning, inderdaad. Het is een verkleinde weergave van de echte sierschijf van Helden. En de sierschijf van Helden, dat is een sierstuk dat uiteraard gevonden is in Helden, daarom heet dat ook zo. Maar het is eigenlijk afkomstig uit Thracië, uit de omgeving van Bulgarije, Roemenië, uit de late ezertijd. En er is een heel mooi gedreven relief zitten in, met een man die vecht met een leeuw. En daaromheen stonden ook nog een aantal beesten, bijvoorbeeld ook nog een paar leeuwen en een paar hun en een schaap. Nog een kop van een buffel. Een ring van dieren eigenlijk. Het is een erkenning vanuit de wetenschappelijke hoek dat men waardering heeft voor het werk wat we doen. En dat is toch eigenlijk best wel een grote eer. En vooral dat men dan oog heeft voor wat we doen in ons werk. 90% van het werk is handwerk, echt groot kieken, groot met de vingers verwerken. We hebben ook voorwerpen die heel voorzichtig met een penseeltje zuiver gemaakt moeten worden. Maar er zijn ook voorwerpen die een behoorlijke voorbehandeling nodig hebben. Bijvoorbeeld voorwerpen van ijzer. Dus soms duurt het wel anderhalf tot twee jaar voordat een voorwerp terugkomt naar de archeoloog die het gevonden heeft. Opdrachtgevers zijn archeologische bedrijven, gemeentes die een archeologische dienst hebben, bijvoorbeeld musea. Depots, archeologische depots, komt de laatste tijd meer op. Dus en zowel in binnen- als buitenland, de omgeving van Duitsland, Sante bijvoorbeeld, en België, het museum in Tongeren. Dat zijn toch wel onze meeste opdrachtgevers. We werken ook voor musea en musea hebben oude collecties in bezit. En er zijn projecten waar die oude collecties opnieuw herzien werden, waar dus ook nieuwe conservatie, restauratie en onderzoek aan nodig is. Dus wat we in hen krijgen, dat is niet alleen wat direct van opgraven afkomt, maar ook goed oudere collecties van vroeger. Zijn er nog interessante archeologische vondsten te verwachten in de Limburgse bodem? Ja, eigenlijk altijd wel. Zoals verwachten van, er is al zoveel gevonden en dan raakt dat wel op, hè, want archeologie dat groeit eigenlijk niet bij, hè. Zoals natuurproducten. Maar dat kun je altijd gaan verwachten, want zoals onlangs weer in Remun bijvoorbeeld, dat een enorme vondst van gebrandschilderd glas werd gedaan, van heel bijzondere betekenis. En dat verwachten ze dan niet, maar dat komt dan op een gegeven moment toch weer voor de dag.